Dag Marjan, goedemiddag. Goedemiddag, Edwin. Ik dacht even dat ik jou hier bezig zag met de terras opzetten, maar je stond een beetje te passen en te meten, of niet? Nou, ik heb eerlijk gezegd net alleen maar mijn lunch genuttigd. Oh, wel op het eigen terras, dat is wel mooi. Wel op het eigen terrasje. Maar ik kwam hier voorbij en ik zag hier gisteren al dat daar die kist wordt gebouwd, maar... Of kist, ja, eigenlijk, ja, hoe noem je het? Kassa? Kassa, ja. Het is eigenlijk een huisje. Ja, want het wordt jullie nieuwe entree eigenlijk gewoon. Ja, het is onze nieuwe entree. Dus bezoekers moeten van tevoren een kaartje online bestellen. En dan meld je je daar bij de kassa. En dan krijg je dingen mee, zodat je naar binnen kan. En dan loop je die mooie stippen die je daar op de grond ziet... Die wijs je naar de ingang van het museum. Ja, dat loopt helemaal rond. Ja, dat loopt helemaal rond. En dan zie je daar zo'n joekel van een bord. Nou, dat kan echt niet missen. Nee, die zie ik zelfs. Ja, vanaf hier. Ja. En dan ga je in de poort zit een ingang. Daar ga je naar binnen. En dan ga je met de lift omhoog naar 2. En dan ga je die eerste rij met luikjes die je daar ziet. Die gang loop je dan over tot aan die toren. Dan ga je met de wenteltrap, ja, het is een soort sportstukkertje. Ja, het wordt echt een avontuur. Ja, het is echt een avontuur. Dan ga je met de wenteltrap naar boven, dan kom je onder het dak. Dus echt een dak hebben we daar het dan over. En dan ga je naar de vierde verdieping waar de wonderkamers zitten. Dan loop je tegen de richting in, weer naar dit trappenhuis, deze toren. Het wordt allemaal aangegeven met pijlen en ja. Ik vind het heel mooi gedaan, moet ik erbij zeggen. Ja. Want ik was zo bang dat als mensen dan naar het museum zouden gaan, dat ze niet een museumervaring zouden hebben, maar een corona-ervaring. Ja. En het is gewoon heel mooi opgelost, waardoor je, het is een soort spoorzoekertje door het gebouw heen. En omdat je met zo weinig mensen bent, heb je ook een hele bijzondere ervaring. Want er zijn er bij jullie ook 30? Nee, dat is anders dan bij de horeca. Hier kijken ze naar de netto vloeroppervlak wat je hebt. En wij hebben ongeveer 600 meter... vierkante meter netto vloeroppervlak. Dus dat betekent dat je per 10 vierkante meter mag je 1 persoon of 1 gezelschap hebben. Dus 60 mensen ongeveer? Ja. Nou, oké. Maar je kan natuurlijk hebben een wonderschoon, bijvoorbeeld de tapijten, daar staan er opeens 30 mensen bij elkaar. Nee, dat kan dus niet, want bij elke zaal staat hoeveel mensen daarbij mogen. Bij de wonderkamers mag je in je eentje. Oeh, dat is ook wel weer mooi. Ja, bij de tapijten mogen er bijvoorbeeld 10. En dat is ook het maximum wat we in één zaal hebben. Dus dat geven we aan, het is een hele privé-ervaring. Ja, het is misschien ook wel weer een nieuwe dimensie aan de beleving van het Zwitser Museum, of niet? Ja, het is... weet je, ik ben echt gewoon super blij dat we weer open mogen. Maar wat ik wel heel jammer vind, is dat... Wat het Zwitser Museum bijzonder maakt, denk ik, is de ontmoeting die je in het museum hebt. Met andere mensen, met onze vrijwilligers, met ons team, het publiek. Juist door die ontmoeting, door het gesprek wat je met elkaar hebt, wordt het een hele actieve ervaring. En de werkplaats hebben we moeten sluiten, want je mag dus niks doen. Weinig activiteit of geen? Je mag geen activiteit, nee. Je mag geen rondleidingen geven. Dus alles wat een opstopping zou kunnen veroorzaken, mag dus niet. Dus je mag ook niet fotograferen. En dus het feit dat al dat soort voor ons hele wezenlijke dingen eruit gehaald zijn, dat vind ik wel heel jammer. Ja. Maar een gesloten museum... is nog jammerder. Geen museum. Dat heeft er helemaal niks mee te maken, maar ik zie hier nou net een enorme paalachtige ding. En dat zit dus altijd in de grond, hoor ik net van jou. Maar wat is dat dan precies? Ik kan het je ook niet in detail vertellen. Ik ben technisch gezien onvoldoende geschoold. Kom je daarover bij praten. Maar het hoort wel bij jullie? Het hoort bij ons, ja. Dit is een koude en een warmtebron. En dat is eigenlijk onze warmtevoorziening voor zomer en winter en voor de koeling in het gebouw. Dus het is een hele milieuvriendelijke manier, een hele duurzame manier van verwarming. Maar die zijn ook weer, dat zeg ik waarschijnlijk verkeerd, maar erkend door de Raad voor Cultuur. Dus... erkend gebleven. Tijd heb je. Maar daar kan ik je wel mee feliciteren, toch? Want we hebben inmiddels een bericht gekregen van de minister dat ze het advies van de Raad van Cultuur heeft overgenomen. Wij waren ervan uitgegaan dat we pas met Prinsjesdag te horen zouden krijgen of we gehonoreerd werden of niet. Dus... Maar nu is het toch, oké, mooi. Ja, dat is echt top. Alles is anders in 2020. Alles is anders. Maar fijn dat je me heel even zo te woord wou staan. En ik wens jullie heel veel succes met... Het nieuwe gebeuren en dat het maar weer snel weer soepeler mag worden, toch? Ik hoop dat we heel snel weer gewoon mensen persoonlijker kunnen ontvangen. Ja. En dat de werkplaats weer open kan. Dat is wat gewoon zoals we het hadden, willen we het weer terug. Dat zou fijn zijn, maar dat is niet reëel. Maar iets meer mogelijkheid zou fijn zijn. Nou, mee eens. Hey, dankjewel, fijne dag nog.